Mensen, voor het begin bedankt. Jacco, Samoestijn, Jason, Belwinkel, Mad Max en Brawler Pipelis. Bedankt voor het abonneren. Wil je ook op het whiteboard abonneer met het belletje? Extreem belangrijk. En vertel ook even een leuk raadseltje of iets. Vertel iets leuk bij in een leuk zinnetje. Als je nog niet op white bent gekomen, maar wel geabonneerd, schrijf dan even in de comments dat je geabonneerd bent. En ja, dan probeer ik je erop te halen. Want ik wil uiteindelijk iedereen, alle subscribers, ja jij ook, op het whiteboard halen. En als je nog niet geabonneerd bent, ik zou het appreciëren als je abonneert. Oké, laten we nu beginnen met de video. Kijken dus een nieuwe video. Vandaag ga ik tegen TVSD spelen, zoals jullie net al in de intro zagen. Ik speel samen met Amine en Thomas de Trein. Het is inmiddels een vast duo geworden. We zijn echt heel goed samen. Ik doe echt achteraf even commentaar, want het punt is, ik zit in een Discord call met Amine, zodat we de tactiek een beetje kunnen bespreken. Omdat, geloof me, het is intens hoor. Het is echt intens. Hier kan ik meteen bos killen met 3 goede hits. En houden we heel goed controle. Zoals je ziet, ik kan die 8-bit blijven hitten. En hier zie je Andreas. Andreas heeft gouden Mecha Crow, dus ik had eigenlijk al meteen respect voor hem. Trouwens mensen, je kunt ze volgen in de link in de beschrijving, dus abonneer zeker even op hun. Ga even wat liefde aan TVSD geven, oké? In de beschrijving staat even een linkje, oké? Dus abonneer zeker even op Andreas en TVSD. En zeg even dat je voor Voxflow komt onder hun laatste video, oké? Dan weten ze dat er shout-out is gekomen. En ik vind het heel leuk om zo tegen YouTubers te spelen. We spelen nu dus nu tegen TVSD zijn clan. En gewoon de beste van TVSD. Dus het wordt intens. We houden nu echt heel goed control. Zoals je ziet, Sprout is echt perfect voor control. Amine is echt dikke shout-out naar hem. Hij is zo goed. Vooral in control houden met Jean. Hij is heel goed in met Jean. Maar wij hebben deze map als eerste gekozen. En de volgende map kiezen zij. En zo gaat het door. Het is een best out of 5. Dus als je moet er 3 winnen om te winnen. Maar als het bijvoorbeeld 2-2 wordt, dan heb je het laatste potje. We zijn nu al in Countdown, wat heel chill is. Oh ja mensen, jullie hebben uiteindelijk massaal achtergelaten tegen wie jullie de laatste ronde wouden. Dus de laatste ronde tegen wie we dan wouden spelen. En uiteindelijk kwam King Almighty, dus weet je, King Almighty, verkeerde. Ik ben gewend aan King Almighty, want ik heb daar ook een video over gemaakt. Maar ik bedoel dat Sir Nielsen eruit kwam. En ik zou het super vet vinden om met hem een keer iets op te nemen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan onder zijn nieuwste video. Ik zal hem nu even in beeld doen. En anders moet je maar gaan naar zijn nieuwste video. Op dit moment heb ik een comment geschreven. Like die, je hoeft zelf niks te doen, maar like die comment gewoon en hopen dat hij het ziet. Ik ga het onder elk van zijn nieuwe video's doen. Dus als hij een nieuwe video post, dan doe ik het opnieuw. Tot ik weet dat hij het gezien heeft. En dan gaan we het zo proberen, oké? Want ik wil mezelf niet te veel opdringen, maar zo kan hij het lezen. En dan kan je het zien. Dus als je een comment van mij ziet, of van, gewoon van mij, like die comment dan alsjeblieft, oké? Ik zal de comment misschien nu ook in beeld doen. Maar het zou kunnen dat zijn nieuwste video nu 3 dagen oud is. Want hij uploadt ze om de 3 dagen. Maar in ieder geval, we zijn doorgaan naar de volgende game mode. Zij wouden graag knokbal spelen, deze map. Armin zei dat het handigst was dat ik Sandy nam en Ems. Dus ik neem mijn lane. En zij hebben een heel goede combinatie. Die Gale, dit is een, deze combinatie komt wel voor. Gale, Ems en Pam. Ik doe mijn super zodat je niet kan healen. En dit moet de 1-0 zijn. Chill. Maar je ziet hier, het kwam doordat 2 mensen neer waren. En 2 mensen hadden dezelfde lane gekozen. Want je ziet, ik en Thomas de Trein nemen 2 lanes. En dan wacht Amine, wacht tot we control hebben. En dan komt die pas. Dus het wordt echt heel strategisch gespeeld. Nu houden ze heel goed hun lanes. Dus dit wordt nog lastig. Oh, Amine speelt hij wel dik. Oh, moet opletten. Ja, oké, de gadget van Ems heeft daar net hun gered. Oh jee. Ja, ik kan nu niet scoren, wacht hoor. Oh, als hij die trickshot had gescoord. Amine. Amine is wel brutaal hoor. Hij gaat een trickshot proberen. Jongen. Oké, ik ga ze trappen zodat ze niet kunnen healen. Het punt is, als je daarin komt, kan je niet healen. Dus dat is echt irritant. En, oh, kan Amine ze killen? Ja. Lekker.
Lekker 2-0. Dit gaat zo snel. We zijn pas nog geen 4 minuten potjes aan het spelen. En jongen, dit is echt intens. Het staat nu al 2-0. Dus 5 potjes. Als we nog 1 potje winnen. Wij gaan kiezen nu. Als we nog 1 potje winnen, hebben we de W, de win. Dat zou zo nice zijn. Dat zou echt epic zijn. Maar ik zie jullie wel weer bij het volgende potje. Nou ja, nee, ik knip altijd een beetje tussen de potjes. Want we hebben altijd een gesprek voor goed gespeeld. En ja, oké. Okay. Mensen, ik zie jullie wel weer bij het volgende potje. Oké, okay, we zijn aangekomen bij het volgende potje. Amain zei dat het handigst was als ik Brok, Bibi en Nita. Het is dezelfde combinatie als vorig potje. Vorig potje, vorige keer dat we tegen Baris speelden. Zij hebben Pam, Rico en Bibi. Amain zei net dat die heel veel voorkomt, die combinatie. Oh ja, die Rico is handig, hier in het midden. Oh, wij moeten echt, ik ga naar achter zakken, want als ik in het midden zit, kan die Rico zo bij mij killen. Lekker, mijn eerste hit op Pam. Lekker, lekker, lekker. En ik heb, oh nee, hij werd net weggeduwd. Kom aan, Amain, je kan hem hebben. Ah, Amain wou ze super niet gebruiken. Maar we moeten een beetje controle houden. Oké, okay, ik probeer die Pam. Oh, Rico is zo sterk. Oh. Dit wordt nog lastig. Die Andreas is echt heel goed. TVSD en Bos spelen trouwens ook goed hoor. Maar Andreas, jongen, die is echt pro. Die heeft volgens mij ook 25.000 trofeeën. Jeetje, en hij heeft gouden mecha-cro, dus dan ben je sowieso al pro. Maar 25.000, hij is zo goed. Misschien kan Thomas de Trein hem hier killen. Hij is low, 1 hit. Thomas de Trein. Thomas de Trein killt Pam, dat is ook chill. Oké, als kan ik hier Bibi killen? Één hit. Oké, chill. Het gaat al beter. Die Bibi-bubbel raakte mij gelukkig niet te vaak. Als ik zou kunnen super op een save, zou chill zijn. Ja, lekker. Oké, de eerste damage voor mij op de save is binnen. Dat was iets van 10%. Oké, nog 2 hits kunnen doen. Ah, als ik dit overleef, heel nipt. Ik heal even hoor. Oh, die Bibi komt. Oh, gadget. Oh, jongen, die play moeten we even in replay zien. Jongen, dat was een dikke play. Wacht even, nu opnieuw. Nou, wel genieten zo die replay. En net eroverheen. Ja, dit is wel lekker hoor. Dit is wel lekker. Oké, we zijn al lekker bezig. Nog 35%. Die Rico van hun is zo goed. En ik vind dat TVSD en Bos ook echt heel goed spelen. Sowieso echt, als ik het nog niet duidelijk heb gemaakt, dikke shout-out naar hun dat ze meedoen. Want dit is natuurlijk de nieuwe serie op mijn kanaal. Hier, we hebben hem. Ja, lekker. We hebben de win al. Chill. Ik hoop dat we nu nog iets doen. En ja hoor, TV Andreas heeft ons uitgedaagd. Hij zei, kom, we gaan showdown doen. Want volgens mij wil hij laten zien hoe goed hij zelf is. Wij zijn dus nu allemaal tegen elkaar. Dus we hebben daar die bot tik. Dus wij vechten ook tegen elkaar. Ik en de mensen uit mijn club. Want dit is echt een solo. Solo showdown. Thomas de Trein heeft bot 8 al... Oh nee, Bos! Hij heeft Bos al gekild, maar die heeft natuurlijk extra life. Oké, ik heb mijn eerste hit, ook al is het op een bot. Oké, we blijven in leven. Ik vind Crow wel echt heel chill voor deze map. Echt heel chill. Shelly daar, als we die nog kunnen killen. Of in ieder geval mijn super opladen, want het is natuurlijk bot Shelly. Oh, ik moet uit de buurt blijven. Oké, chill. Je ziet dat het een bot is, want ze auto-aimen is super. Opletten. Als we een beetje afstand houden, komt het goed. Ja, afstand houden, hè. Heel belangrijk, mensen, afstand houden. Maar mensen, ik heb nog niet te veel mijzelf promoot. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer en kom bij de Fox Gang. Zo heet de club trouwens ook. Weet je, 7 power-ups. Ik wacht even af hoor. Want ik schiet toch even 1 keer. Ik wacht heel even af. Dan gaan we zo in de aanval. Oké, we blijven wel gewoon in leven. Weet je, 7 power-up Pam. Daar ga ik gewoon niet mee messen. Ik loop wel rustig even weg. Nog 5 mensen over. Het zijn nog 5. TVSD, Andreas, Thomas de Trein, Amain en ik. Als ik dit potje win, ben ik wel zo pro. Dan is de Fox Gang, dan zijn wij de echte Fox Gang van de gangs, oké? Dan zijn wij de baas. Andreas heeft 25.000 trofee en heeft ook al zijn knokkers rang 25, dus sowieso, hij is echt ziek goed. TVSD is ook echt goed in dit spel, dus ik ben ook niet heel goed, maar we gaan kijken of we dit kunnen winnen. Hier, TVSD zit daar met 8-bit. Heel veel 8-bit. Er waren al 3 8-bits van de 6 spelers. Nou ja, met extra life en omdat hij zoveel damage doet, is dat gewoon heel sterk. Kan ik even... Ik heb mijn super natuurlijk al. Ik heb ook nog 2 keer mijn gadget. Oké, nee. Ja, TVSD 1 keer raken. Nee, ja. Oké, wacht, we gaan Amain. We gaan nu eerst Amain killen, want... Het punt is, hij zit in mijn team. Hij ontwijkt mij wel echt heel goed. Amain is ook echt heel goed. Jullie zijn eigenlijk allemaal... Amain gaat neer. En nu... Als ik TV... Ja, lekker! Ik heb alle punten. Jongen. Ik ben echt pro bezig. 8 punten. Waar zijn ze? Daar is TVSD. TVSD zit daar. Oh, daar zit... Thomas de Trein zit daar. Waarom schoot hij niet? Ik weet niet. Hij wou misschien gewoon uitwachten en dan ons laten vechten.
Ik ga met... Ja, Gadget, lekker, 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 lekker. Nu nog Thomas de Trein. We gaan Thomas de Trein killen. Ik heb Gadget ook weer. Ja, nu heb ik hem. Ja, ja, en nu Gadget. En nu even Toxic en lekker. Jongen, ik heb gewoon gewonnen. Ik heb de Fox Gang. Ja, ik heb gewoon laten zien wat de Fox Gang doet. Maar mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Smash dan even een duimpje omhoog. En abonneer zeker op mij, op TVSD. En op, ja, ook, ja, ik weet niet, abonneer gewoon. Nou, en zoals ik altijd zeg, ik check jullie. Laters.